Ik las vanmorgen in alle vroegte een tekst die een van onze vaderen citeerde en hij zei: christen worden is iets anders dan christen zijn. U vindt misschien het wel een hele worsteling om christen te worden. Maar je wordt geen christen door een worsteling. Je wordt alleen een christen door ophouden met worstelen. Of anders gezegd, zoals Paulus het zegt, je wordt christen door ophouden met werken. En door alleen te vertrouwen op Christus alleen, word je een waar christen. En bewust of onbewust denken heel veel mensen, dan zijn we er. Ik denk dat het dan pas begint. Om dan christen te zijn. Niet buiten de vakantie en zonder vakantie, maar ook in de vakantie een christen te zijn. Want christen zijn bestaat niet alleen uit iets van buiten, maar christen zijn, gemeente, zegt iets over ons binnenste. En daarom, het is goed als we een periode met rust nemen, hoor. Daar is op zichzelf niks verkeerds mee. Maar als we in de vakantie anders zijn dan alle dag thuis, dan gaat het fout. En ik weet natuurlijk niet hoe het alle dag fout in uw gezin is en hoe het thuis bij u is. Of het fout gaat of goed gaat. Dan moet u zelf maar aan het eind van de dienst tot de conclusie komen. Of dat u verachtend bent in de genade, in het gunstigste geval. Of dat u zo ernstig vermaand moet worden van pas op dat je straks niet verworpen wordt. Dat is best heftig, toch? Maar laten we gewoon eens even van stap tot stap vanmorgen luisteren wat de Hebreeënbrief ons zegt. Dan herkent u vanzelf wel of dat u een christen bent, ja of nee.